Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is maandag 4 november 2024. Waar gaat de tijd naartoe, hè? Jongen, we hebben nog 1 maand te gaan. Dan gaan we het jaar 2024 afsluiten. Dan gaan we naar het verkiezingsjaar 2025. Lout Groenhout is mijn naam en tot 9 uur presenteer ik u het actualiteitenprogramma via de SRS. Wat gaan we vandaag doen? De actualiteiten met u doornemen. En in deel 1 komt de heer Ronnie Asabina van de BEP langs. En in deel 2 mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Want we gaan dan praten over een verkiezingsdebat dat op 23 november zal worden gehouden. De plannen om Sale te redden mislukt, staat er hier in Times of Suriname. Personeel mag niet de dupe worden van privatisering. Meerdere pogingen om het garnalen- en visverwerkingsbedrijf Sale NV rendabel te houden zijn mislukt. Het staatsbedrijf glijdt verder af onder toezicht van de overheid en zal binnenkort ook aankloppen voor subsidie om operationeel te blijven. Vandaar dat het bedrijf hoog op de prioriteitenlijst staat voor privatisering. Minister Parmanan Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal deze week polshoogte nemen bij het bedrijf en het personeel persoonlijk informeren over het proces. De boodschap daarbij is dat personeelsleden niet aan het kortste eind zullen trekken. En als u dus de berichten hebt gevolgd, hebt u natuurlijk ook een lijst gezien met een aantal bedrijven die eigenlijk worden voorgesteld om geprivatiseerd te worden. Iemand meldt me hier, wenkt me hier ook SRS staat op de lijst. Maar goed, we zullen de ontwikkelingen volgen. Ik hoop dus dat ik binnenkort, eigenlijk heb ik allang een afspraak, of althans, het is me medegedeeld dat de minister van Financiën binnenkort dan met SRS zal praten. Dus we hopen dat dat heel gauw gebeurt, zodat we hem ook nadere informatie kunnen vragen over dat van de privatisering. Somo Hardjo heeft geen garantie dat de president nieuwe BISA-minister uit PL kiest. De voorzitter van Partij Luhur, Paul Somo Hardjo, heeft medegedeeld dat hij geen garantie heeft dat de president zijn afspraak met de partij om de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken uit de gelederen van de PL te kiezen zal nakomen. We hebben een goed gesprek gehad de laatste keer en er is een afspraak gemaakt, maar als deze werkelijk wordt nageleefd, weten wij niet. We blijven bij Partij Luhur, want er staat dus dat de vice-president Brunswijk ziet president Droom uit elkaar spatten. En de heer Paul Somo Hardjo is dus aan het woord geweest. Hij heeft gezegd dus dat met de weigering van zijn partij om op te gaan in de ABOP bij de komende verkiezingen, vice-president Ronnie Brunswijk zijn droom om president van het land te worden uit elkaar ziet spatten. Daar is volgens hem de ruzie tussen de PL en de ABOP ontstaan. Dat is een verklaring voor de politieke rancune van de ABOP tegen de PL binnen de regering. En u weet dus dat zeker 3 PL-leden, die dus directeuren waren, onder andere op sociale zaken, en bij AOV-fonds zijn ontheven uit hun functie. En dat is niet in goede aarde gevallen bij Partij Luhur. Dat kunt u dus onder andere lezen in de kranten vandaag. En binnenkort heeft de Assemblée ook nieuw orde reglement. Dat lezen we ook in Dagblad Suriname. En deze week was het opnieuw onrustig in de vergaderzaal van de Nationale Assemblée. Toen parlementsvoorzitter Marinus B. zich genoodzaakt zag om NDP-parlementslid Melvin Bova door agenten te laten verwijderen. En dit incident roept de vraag op waarom er geen aanvullende sancties bestaan voor dergelijk gedrag, behalve het onmiddellijk verwijderen van een lid dat de orde verstoort van de vergadering uit de zaal. En er is een gesprek geweest dus met de assembleevoorzitter. Kunt u dus nader lezen in Dagblad Suriname. Internationaal gebeurt er ook wat, want ruim 70 miljoen vroege stemmen uitgebracht in VS. Ruim 70 miljoen vroege stemmen zijn al uitgebracht in de Verenigde Staten, waar morgen de verkiezingen voor een nieuwe president worden gehouden. In de VS kunnen mensen ervoor kiezen om eerder dan op de verkiezingsdag hun stem uit te brengen. Misschien is het een voorstel om het ook hier te doen. En dan moet je de reden horen, zodat ze verzekerd zijn van de mogelijkheid
mogelijkheid om te stemmen en lange rijen bij de stemlocaties kunnen vermijden. Dat zou toch een heel goed idee zijn om dat ook hier over te nemen. Het recordaantal van 70 miljoen vroege stemmen is nog nooit eerder gehaald bij verkiezingen in de VS. Wat dit betekent voor de presidentskandidaten Kamala Harris en Donald Trump zal blijken bij de telling van alle stemmen. En ik heb Jamie even nodig. We moeten kijken of de heer Ronnie Asabina nog komt, want ja, die afspraak is gemaakt. Meneer Asabina. Ja. Ik heb begrepen dat Quincy Jones is overleden, Ocanos. Is het 91 jaar? Of ja, hij heeft toch heel wat producties geleverd. Hè? Onder andere heb ik begrepen voor Michael Jackson. Ja, en hij heeft daarvoor ook nog heel wat awards binnengehaald. No? En ik dacht dat hij ook een hele grote bijdrage geleverd bij die jonge man. Hoe heet hij ook alweer, die artiest, Tevin Campbell, heb je dat nummer bij de hand? Want dat was een heel mooi nummer dat hij dus toen ook, waaraan hij ook een bijdrage heeft geleverd. En hij heeft eigenlijk ook aan de wieg gestaan van Tevin Campbell zijn, ja, ja. En ook We Are The World nog, ja, daar heeft hij dus ook een bijdrage geleverd, althans... Hoe oud was hij? 91 jaar. Ja, goed. 91 is hij dus geworden. Dat lied van Tevin Campbell was een hele mooie, een populair nummer. En misschien kunnen we daar even naar luisteren. Ik hoop dus dat de heer Asabina intussen arriveert. Zodat we met hem het eerste deel van deze aflevering van de Koffiepraat dan kunnen afronden. Tomorrow. Ja, yes, tomorrow is dat, ja. Tomorrow. De tekst spreekt ook voor zich, hè? Lukt het? Ja, oké.
aan een productie van Quincy Jones, die op 91-jarige leeftijd is overleden. Jazzmuzikant en muziekproducent. En onder meer bekend van de samenwerking met Michael Jackson. En hij won in totaal 28 Grammys. Ja, we gaan even naar de vergadering die door Pachai Luhur is gehouden. We hebben meneer Asabina niet gezien, dus ja, we gaan verder met het programma. En we gaan even naar een korte toespraak van de heer Paul Somoharjo. Nee, ga verder. Want ik heb de voorzitter, je gelooft het niet. Mijn man zegt mij nu, nu pas, mag je met PL weer bemoeien. Eerder niet, langer staan. En ik dank je, andersom maar ook. Wat een lijst van binnen, dat is gemus. Want, waar u zeker? En het gaat om identiteit. Wat mensen willen, dat die opgaan in de avond. Bijna kiezen, bijna pakken. Dat het half niet zo erg, erg was, dat we onze partij moeten verlaten. Hoe werkt mijn partij? Alleen het was zo de partij verlaten. Nieuw op een partij, vanaf 84, langer dan 50 jaar, dan wil ik een nieuwe partij. En die laatste identiteit, wat gaat nu gebeuren? Kijk maar naar een combinatie waar toen Abo zit in zat. Waar is de partij van Ol Abena? Al-Demor. Waar is een combinatie waar toen van Abo? Wat is Poti? Al-Demor. Maar de voorzienigheid heeft ons gewaarschuwd. De voorzitter heeft gezien dat hij altijd het kan ontdekken. Want Bobbydraad, Abo, het moet opgaan, Abo. En ik wil van 10 PL dan moet je registreren. Dan staat die dag voor de wakker. En onze, wat vriend, we gingen per kaal aan zijn vrienden in het kaal. We dachten, ja, we doen je wang, we doen wang. Ik ga naar Kongo, ik ga doen aan Kongo gaan. Dan staat, maar. En deze tijd had je gewoon graag de AVP. Want de droom van president is vervlogen. Aan prins van de president. Aan de droom van de president. En dan is het. En ik kan niet gaan. Ik kan doen inderdaad. En PNA en ABOP samen. We hebben de grootste combinatie. We hebben de grootste partij. En de woorden van voor de B. Abob gaat 17 zetels halen. Blijf dromen. Tramastan. Dus, Atrobi Bignapi. Daar is het begonnen. Aan de Trobi. Maar, ja. En vraag. En maar goed. Sani Sayouani. En met deze. Om ons. Voel het ervoor. Voel lopen uit. Voel het allemaal doen. Je bent voor toe onder directeur. Ben het vrienden? Hoe is het? Fifi en Fischia. Fifi heeft het te maken. Daar gaan we mee. Toch de man de graffiti schuld. Toch de man de idool Fifi aan je zakkost. Dan doen wij het. Jouw gaven is jij en samen. Hoe is het aan u? De Fischia moet hersteld worden. Londo, bedankt. Enkel en alleen. Om de coalitie te behouden. Rasta, de president dat luistert. Akkoord? Ik wil afspraak. Deze issue bij mijn taken, ga ik meenemen totdat ik terugkom. Nauwelijks één dag lang mee. President weg. VP, Brunswijk dronk. Waarnemend president. Dat was het. Ja, de directeur. Directeur AOV. Wat hier
zeggen. En dan is er een wezen. En we komen een groep bij de deel op in. Maar omdat wij zuster gekomen zijn, en dat met die kind, dat ik. Dat is niet president, president, bent u op de hoogte? Meneer David, ik zal bespreken wanneer ik terugkom in de top. De president terug, ik neem aan, na de waarde president weer niet zo lang reis, wij blijven wachten. Langzaam. Je ziet de wangel. Het gevaar ligt op de loer. Waar die man die na, zegt de commissaris. Waar man die na, zegt de gemak. Daar staat er in. Broer na, rechtszaak, rechterlijke zaak in Miedema. Ze is in rust. Over een paar maanden of jaar wordt ze zelf recht. Adviseer op haar oppassen. Oppassen! Want de vrouw ben de rechters betrokken. Dus ze gaan alles doen om te worden begraven. Als dit het al was, gaan we hem in staat van beschuldiging stellen. Maar wees niet bang, wees gerust. Denk aan Lula, de man van Brazilië. Zoveel beschuldigen, achter tralies en grendels. Maar na een jaar is hij president. De waarheid heeft vertoond dat het leuk geworden. Hij is president. Raza. Wat ik wil zeggen is, dat moet ik oppassen. Moet ik heel voorzichtig. Alles doen, man. Ja, moeder, dit is jongen. Zo moet Abi, en pa, met de matagipa, die naam is zo. Dat wordt dan dit. En de matagipa ook toe. Dat die, maar die poort toevallig, vrouwen zijn allemaal buiten, vrouw van zo'n haar, joh. Ik weet niet of hij junior of senior bedoelt, maar in elk geval, ze gaan alles doen. Alles. En u gaat vaak zien, er zijn jonge kandidaten die hebben voorgedragen. Nou, dat komt toe. U moet een goede man, een goede vrouw, een goede boel, daar staan. Maar u is bang, en dan proberen nu al modder te zijn. Ja, modder die zijn, ze stuurt een lichtje. Schoon die vanaf ochtend 2022 al gemoreerd zijn. Maar mijn schoonmaatje. Maar dat die ziet en dat zeggen, FK, dit, want dat dit allemaal. Dit en dat en dat. Hoe zo dat dan niet? Nou, aan minister. Aan minister dat ik dat geef. Er is onrust in de raadszaak. Daarom is het nodig, aanbodig ook, dat ik de bond uitnodig om meer informatie te geven. En dan doen de ontzettend eens de parlementair van PL kerk nog even om de minister in het parlement ter verantwoording te roepen. Minister, zoek onrust. Voor jaren had het tijd smoed en plaatselijk onrust. Wat is dat? Hoe moet ze antwoorden? Rasta, als het niet voldoende is, stuur ze de partner om, de partner om. Doe direct weer bij Polterse, gaat om. Maar je rest, dame dat je, president Santoki, hoeft geen rekening te houden met de overeenkomst. Hij kan het wel opzij zetten. Wel, als het dat geval is, dan kunnen we het erin sluiten. Als je niet kan in een overeenkomst, wat voor overeenkomst dan ook,
massa. Wij houden vast aan de overeenkomst. Dat is geen mondeling, maar schriftelijk. Het is oppassen, Ramassa. En kom hier! Ramassa, ik sta hier in de Mapoti, president, Abarmim minister, meneer McAdoo. Ja. Filipi was niet tevreden, was niet zo heen. Maar, oorlog zegt ze. En dan gaan wij straks ons mandaat geven, toestemming geven om kandidaten voor te dragen. Weet je wel? Maar de rol is van Apel. Ja, en dat was een deel van de toespraak van de voorzitter van Partij Luhur, de heer Paul Somoharjo. En we blijven de ontwikkelingen wat dit stuk betreft op de voet volgen. Hij heeft dus aangegeven geen garantie te hebben dat inderdaad er daar een minister uit de gelederen van Partij Luhur straks wordt benoemd als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Ze hebben intussen een lijst gepresenteerd, Partij Luhur, met een aantal kandidaten op de lijst. En we blijven de ontwikkelingen op dat stuk volgen. Ik pak even een break en we zijn zo dadelijk bij u terug. Tot zo. We gaan zo meteen praten met mevrouw Jennifer van Dijk Silos van Passie. Want die houdt op 23 november aanstaande het nationale verkiezingsdebat. Keuzes voor de toekomst, visie en verandering. Na de break zijn we dan bij u terug. Tot zo. So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me, I am patiently waiting. Something wrong with me. Every time I'm alone with you, you keep talking about you loving me. Hey, babe, your foreplay just blows my mind. So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time? Share of lovers, some say I'm damn good. And if you think you can turn me out, maybe I wish that you would. Cause you keep telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go back. You say there's a lesson that you wanna teach. Well, here I am, baby. Practice what you preach. Yeah, it's just you and me. So many things I can do to you, and so many ways I can please. Hey, 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 it's your move, yeah. Why don't you start turning down the lights and show me just what you can do? Hey, baby, welkom terug bij de Koffiepraat. We gaan naar deel 2 en ik heet welkom mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Mevrouw van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welkom bij de Koffiepraat. Na lange tijd bent u weer bij ons, hè? Heel lang. Maar ik ben onbelangrijk geworden.
wordt niet meer gevraagd. Hoe gaat het wanneer je onbelangrijk wordt? Dat is het niet. Mevrouw Van Dijk, vertel. Passie. Ja. Wat voor een organisatie is Passie? Passie is een, moet je zien, dat is een maatschappelijke beweging. Die we proberen op te zetten. Het is nog niet echt die beweging geworden die we willen. Ja. Maar ik moet er direct erbij zeggen, op een gegeven moment hebben we duidelijk gekozen voor de verkiezingen komen eraan. Laten we ons richten op programma, profielen, politieke partijen. En daardoor meer inhoud te geven aan onze visies. We hebben een leiderschapsvisie ontwikkeld, een maatschappijvisie en een ontwikkelingsvisie. Waarbij dus deze drie visies, als ze geïntegreerd in het beleid van de regering komen, het niet anders kan dan dat je een duurzame ontwikkeling van Suriname krijgt. En dus het is een beweging die Surinamers bewust moet maken met wat de situatie in hun land is. Ten opzichte van de regering, ten opzichte van hun eigen politici, ten opzichte van je eigen houding. Zodat ze ook een eigen visie kunnen hebben. Klopt. En het is natuurlijk, wisten we toen ongeveer anderhalf jaar geleden is het nu. Toen we starten, wisten we dat het een langdurig proces zou worden. En we hebben ook geprobeerd met verschillende strategieën om sneller een beweging, een echte beweging, op gang te brengen. Dat gaat moeilijk, want diezelfde hippies die we weg willen uit die samenleving hebben ons ook geraakt. En een van die hippies is, die we hebben opgenomen op onze website, dat er de kwestie van Boutersen een verstikkende deken heeft gelegd over Suriname heen. Men begint al heel erg argwanend te zijn als je van de Riffel bent of van NDP bent of zo. En ik word gestigmatiseerd als een NDP'er, omdat ik ook nog minister ben geweest in het kabinet Boutersen. En dat is, aldoor is dat zo. Bij elke activiteit van ons, en je betrekt mensen die normaal zijn, dus die niet geen last hebben van die deken, die praten met je erover van, weet je wat in mijn vriendenkring wordt gezegd? Dat ik de NDP steun. Dus dat is ook weer iets, is het gevolg van dat wat ik noem het Boutersche syndroom in deze samenleving. En het is jarenlang gekweekt natuurlijk door politieke partijen die daar winst uit hebben gemaakt. En dit is het resultaat. Een land vol wantrouwen. Een land zonder eenheid. Een land waarbij liegen, wil ik noemen. Liegen, corruptie, gewoon normaal is. En mensen bekladden, komen voor een interview. En mensen zomaar beschuldigen van dingen. Ik ben wel niet zomaar beschuldigd, maar bij mij is het nooit, heeft het nooit lang geduurd. Ik heb letterlijk geen druppeltje boter op mijn hoofd. Dus wat men ook zegt, als je denkt aan Belfort met die auto's jarenlang, dat ik auto's heb gestolen. Ik bedoel, kom met het bewijs. Als je een lekkage hebt in het ambtelijke, heb je ook een lekkage naar dat document waaruit bleek dat ik onrechtmatig een auto heb of zo. Dus dat is je nooit gekomen. En niet ieder is als ik. Dan ga ik gewoon door. Ik denk, ik val kapot. Zeg wat je wil. Mijn daden zullen bewijzen wat ik ben. Weet je, en wie ik ben. Yeah. En dat is dus die kracht die ik kreeg om toch nog door te blijven gaan. In ieder geval is het ons wel gelukt een bepaalde stempel te drukken op de samenleving. Dus dat is de good side of it. We zijn nog niet zo ver. We gaan na 25 mei gaan we evalueren. Passie reorganiseren. En duidelijk onze doelen zijn. En met concrete acties. Dat zie je nu. Je moet concrete acties beginnen. Ja. Dat betekent dus dat je aan fondsvorming en zo moet doen. Nu hebben we helemaal geen fondsvorming dan per activiteit. Okay. Nu met het debat ben ik gaan lopen zoeken. Donaties en zo. Maar het moet nu structureler worden. Dat je fondsen hebt.
om dingen te doen. Ja. Waarbij je mensen gaat bereiken, waardoor je stempel gaat drukken als beweging op die samenleving. En men ook meer en meer naar je gaat luisteren. Mm-hmm. Dus en dan een debat. En ik zie keuzes voor de toekomst, visie en verandering. Ja. Waar wil Passie naartoe met dit debat? Dit debat is onze doelgroep zijn de kiezers. Okay. De mensen voor wie we het doen en die we willen hebben dat ze het moeten volgen, zijn de kiezers. De manier waarop we het gaan doen is om in een ronde tafel debat te gaan. Dat is een heel ander format hoor, dan men gewend is. Mm-hmm. En met politieke partijen. We hebben alle politieke partijen die in 2020 hebben meegedaan, hebben reeds een uitnodiging gehad. Hebben ze al op gereageerd? Een paar, niet veel. Maar je weet, je moet ze bellen, Suriname. Mm-hmm. Dus we beginnen de belactie deze week. En dat is één. Plus zijn er nog politieke partijen erbij gekomen die zich hebben ingeschreven bij OKB. Want die zijn dan de politieke partijen die we erkennen. Niet mensen die gelijk hebben politieke partijen. Ze zijn nog niet eens geregistreerd als politieke partij. Dan kun je de hele wereld uitnodigen op dit moment in Suriname. Dus die komen erbij. Dus op dit moment hebben we 23 partijen die we hebben uitgenodigd om een kaderlid. De voorzitter zelf zou prettig zijn, maar een hooggeplaatst kaderlid zeker ook, die de visie van die partij kan uitdragen, daar gaat het om. Dus wij hopen dus mensen te krijgen in die ronde tafeldebat op het podium, dat de politieke partij iemand afvaardigt die in staat is om de partijideologie van hun, de partijvisie, uit te dragen en daardoor in debat te gaan met twee panels zijn er. Okay. Het ene panel bestaat uit de drie inleiders die allemaal nog een inleiding gaan geven van 15 minuten en aangevuld met twee anderen. En je hebt een ander panel, dat noemen wij het passiepanel tussen twee haakjes. Ja? En dan heb je een deskundig panel. Okay. En die panels, iedereen zijn drie partijen die met elkaar gaan redeneren. Okay. Maar vooral richting de politieke partijen. Want wij willen met dit debat ook de politieke partijen de kans geven om zich te profileren. En waarom? Heel veel mensen willen niet stemmen. Ik weet niet of jij als journalist dat merkt. Men vraagt zich af, waarom moet ik gaan stemmen? Ik zie weer diezelfde oude dingen. Precies zo wordt het gezegd. Is daarmee bewezen dat het vertrouwen in politici is afgenomen? Vertrouwen in politici bestaat nauwelijks meer. En ons systeem is gebaseerd op het partijenstelsel. En onze democratie daardoor ook. Mensen stemmen niet meer op, zeg maar, ik ga kijken naar de mensen hun programma's. Maar als die leider maar een populaire leider is. Een populaire leider is met geld strooien. Strooien met geld en auto's kopen. En, de etnische slaar wordt elke verkiezingen weer bespeeld. Maar dat is een grote uitdaging, zeg maar. Dat is een vreselijke uitdaging. En we hopen dat met het debat partijen duidelijk kunnen maken dat er een alternatief is. Kijk, mensen zeggen ook, je hoort het ook in programma's, sommige journalisten zeggen het ook. En wat is het alternatief? Het alternatief is daar een twintigtal partijen. Maar hoe wil je ze beoordelen? Dat is op hun programma, de profielen die ze gaan gebruiken om hun mensen te selecteren. Mm-hmm. Ik wil niet onaardig zijn hoor, maar ik zou graag de profielen van die 28 kandidaten van PL willen zien voordat ik een oordeel heb. Die minister zou kunnen worden. Weet je, ik wil niet zeggen over wie ik zie en wat ik denk, maar ik zeg alleen maar, we hebben niet zo'n 28 namen zonder een profiel. Okay. We kunnen daar geen oordeel over geven. En dat geldt ook voor 51 assembleeleden. Mm-hmm. Of voor 10 resortraadsleden. En dus dat soort dingen willen we. We willen eigenlijk ook hebben dat politieke partijen de ruimte krijgen om zich
aan te tonen dat zij het alternatief zijn. We willen die verandering. Mm-hmm. We willen een visie. Mm-hmm. Dus partijen moeten komen met een visie voor ontwikkeling vooral. Zijn er specifieke onderwerpen die tijdens het debat naar voren zullen komen? Ja, zijn er. Laat me zo zeggen, de basis van het hele debat zijn onze drie visies. Okay. De maatschappijvisie, leiderschapsvisie, ontwikkelingsvisie. Okay. Mm-hmm. Heel ruime visie zijn het hoor. Allerlei onderdelen. Mm-hmm. We hebben een paar onderdelen hebben we gezegd, nee, daar moet echt over gesproken worden. En dan was het dus ontwikkeling, dus economische ontwikkeling, volksgezondheid. Gezondheid, onderwijs, veiligheid en ontwikkeling, waarmee we bedoelen economische ontwikkeling. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook een aantal issues die te maken hebben met leiderschap. Mm-hmm. Het is nogal breed, want je wil ook hebben dat iedereen, of dat het kiezersvolk kan volgen van dat is belangrijk voor me, zo wordt het gezegd en zo moet het zijn. En natuurlijk zal het een heel kritisch debat worden. Mm-hmm. En Is het het doel om, zeg maar, het kiezersvolk assertiever te maken? Bewust te maken dat er alternatieven zijn op het politieke firmament. Ja. Met de partijen die zich aandienen. Mm-hmm. Het zijn de oude partijen, het zijn de nieuwe partijen. Twee, bewustwording dat ze moeten gaan stemmen. Het is 1-12 voor Suriname, dan gaan we verder afgeleiden. Dus je moet stemmen, op wie je ook wil stemmen hoor. Je moet gaan stemmen. Dit keer zeg ik altijd, het is deze keer een stemplicht. En geen stemrecht. Wij hebben een stemrecht, hè? Sommige landen hebben een stemplicht. Klopt. Brazilië heeft een stemplicht. Als je die verschijnt, kan je bijna een dagje gaan zitten in de bak. Er is een stemplicht. Wij hebben een stemrecht. Ik zeg nu. Deze ronde hebben we een stemplicht. Het is onze plicht om met z'n allen te proberen Suriname uit dit land te helpen, uit de crisis te helpen. En verder is het dat we de democratie volop moeten laten spreken over wat we willen. Wat wordt verwacht van politici, zeg maar? Wat zouden ze moeten doen en nalaten om het vertrouwen te herwinnen? Ze moeten gewoon minder liegen, laat me het zo noemen. Mm-hmm. Veel minder liegen, fantaseren moet ik misschien zeggen, om het netjes te zeggen. Ze fantaseren, als er geen licht in de tunnel is, dan moet je niet zeggen dat er licht is. Weet je, als je zegt dat je dit gaat doen, dan moet je het doen. Dat geldt voor alle politici, dat geldt niet alleen voor de regering. Dat geldt voor alle politici. En wat ze ook moeten begrijpen, kijk, elke politicus moet een opportunist zijn, anders kan hij geen goede strategieën bedenken om stemmen te winnen. Mm-hmm. Maar het opportunisme wat we zien etaleren de jaren vanaf 75, laten we ons dat is dingen, is een bepaald soort negatief opportunisme. Mm-hmm. Weet je, dat je je mond houdt wanneer er criminaliteiten plaatsvinden, omdat er ergens in je hoofd is, volgende verkiezing moet ik met deze werken. Je ziet nu ook iets gebeuren, dat men niet al te veel babbelt meer in de assemblee. Dus kritisch babbel, kritisch praat. Ik mis die discussies van toen. Ja. Met meneer Plever. Ja, klopt. Kruisland, Rogers. Echt die goede discussies. En als het wordt gebracht, wordt het ook nog verkeerd gebracht. En dan denk ik aan incident Melvin boven, wat ik heel jammer vind. Want Melvin is echt een van de betere DNA-leden. Hij kan motiveren, hij kan redeneren. Hij is echt zijn emoties laten gaan. Mm-hmm. Maar wat is er dan verder? Je hebt mensen die alleen maar de regering napraten. Het enige wat ze weten, we moeten straks voorstemmen. Mm-hmm. Niets weten ze meer. Wanneer dit het beeld is van wat geëtaleerd wordt in de assemblee en in de regering, begreep je wel dat men denkt, weet je, Jennifer, je komt wel met je gekletst. Maar probeer ons te overtuigen dat we moeten gaan stemmen. Ja. En ik kan ze persoonlijk niet overtuigen. Ik zit niet in een politieke partij. Ik ga ook niet politiek gaan. Ik heb geen politieke partij. Maar ik kan
Onze beweging wil ze wel bewust maken waarom ze wel moeten stemmen. En waarom ze goed moeten kijken naar het firmament van politieke partijen. En dan gaan ze het alternatief wel zien. Wat wil je bereiken met de verkiezingen van 2025? Elke kiezer moet dat voor zichzelf definiëren en de keuze maken. Een kritische kanttekening, want men wijst ook de beschuldigende vinger richting de kiezer zelf. Men zegt, het volk kiest haar leider zelf. Ja. En daar zit een stukje bewustwordingswerk van ons in. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben weinig tijd. En als we misschien vanaf het begin waren begonnen met die verkiezingen en bewustwording kiezers, zag het er vandaag anders uit. Ja. We zijn eerst begonnen breed, hè, om dan later te gaan versmallen naar die verkiezingen. Op welke manier, zeg maar, kunnen kiezers van politici afdwingen zich te houden aan beloftes gedaan tijdens de verkiezingscampagnes? Hun instrument is het DNA. Het Surinaamse volk moet beseffen dat DNA het belangrijkste instrument is voor haar. Daar heeft ze een getrapte inspraak via haar vertegenwoordigers. Maar als dus, men vindt dat de DNA-leden zelf... Ja, maar dan dus, moet je DNA-leden moet je ook kiezen. Je moet in die politieke partij moet je job doen. Je moet eisen, als je daar op een campagne staat, ook al ben je geen lid, eis dat ze de profielen van hun kandidaten bekendmaken. Het mag geen geheim zijn. Je haalt een heel belangrijk punt aan en dan wil ik meteen u om uw toestemming vragen, want ik had eigenlijk een afspraak met meneer Asabina dat hij om 8:00 zou komen. Oh. Maar hij is er, mag hij aanschuiven bij u? Het mag mee. Meneer Asabina, u mag komen. Mevrouw Van Dijk Silas, die is er. Hij is wel niet van passie, dus ik weet niet waar het op moet gaat uitpakken. Meneer Asabina mag komen. Ik heb begrepen dat hij er is. Dus we gaan hem dan niet laten zitten. Hij zal om 8:00 zijn. Ja, we zullen hem even aanspreken, want hij is assembleelid. Meneer Asabina, u zou om 8:00 moeten zijn. U mag aanschuiven bij mevrouw Van Dijk. U mag daar zitten naast mevrouw Van Dijk. En dan gaan we dat een beetje organiseren, want we kunnen u niet laten zitten. U zou er om 8:00 moeten zijn, maar van wakker, u bent laat. En laat is laat, mevrouw Van Dijk. Laat is laat, nog steeds bij mij. Ja, we hebben gewoon de heer Asabina al plaats laten nemen. En meneer Asabina is van de BEP. Zit hij goed? Maar ik moet hij een beetje dichter schuiven? Nee, wacht, ik moet mijn koffie weghalen. Moet hij een beetje dichter schuiven? Ja. Zit hij goed zo? Zit hij goed zo? Is de setting goed? Nee. Meneer Asabina, nee, je moet juist een beetje dichter. Je moet een beetje dichter naar mevrouw Van Dijk gaan zitten. Lukt het zo? Kunt u nog een beetje voor me schuiven? Een klein beetje, mevrouw, ja. Mm-hmm. En dan gaan wij de laatste, zeg maar, 15 minuten in. Meneer Asabina, hoe gaat het met u? Ja, goeiemorgen. Ook willen we de luisteraars en kijkers ook groeten. En in adem onze excuses aanbieden. Ja, dankjewel voor de excuses. Ja. Laat. En mevrouw Van Dijk Silas willen we ook groeten. Ja, u hebt zich al aangemeld voor passie. Hebt u ja, de uitnodiging gekregen? Ik heb een gesprek gehad met de organisatie. En ik denk dat we afspraak hebben voor een vervolg meeting. Oké, ik wacht nog steeds. Wat vindt u ervan, zo'n initiatief voor een verkiezingsdebat? Heel goed. Overigens, we zijn ook uitgenodigd. Mm-hmm. En in een heel vroeg stadium hebben wij ons jawoord gegeven. Dus we kijken reikhalsend uit naar dat moment. Ja, er zijn een paar woorden hier gevallen. Politici moeten het vertrouwen bij het kiezersvolk gaan herwinnen, heer Asabina. Ja, herwinnen misschien een zwaar woord. Mm-hmm. Ik denk dat we, zeg maar, wat we beloofd hebben als politici, dat we dat en alles eraan moeten doen om dat na te komen, omdat we een grote gap zien tussen, laat me zeggen, wat de beloftes en de realisatie van die beloftes. En dat is niet goed. Dat maakt dat we een ontwikkeling meemaken in het land waarbij we steeds een groter wordende en afstand krijgen tussen de politiek en de samenleving. Mm. Dat is niet gezond. Ja, mevrouw Van Dijk. Ja. U kunt daarmee helemaal mee eens. En wat ik ook kan zeggen in verband met de komende verkiezingen. Ja. Je gaat het volk het vertrouwen niet krijgen als je gaat zitten uitschelden
op. Dus moedeloos gaat zitten uitschelden, want dat is de vorm van campagnevoering. Je scheldt uit op die vorige regering. Tot nu toe wordt er uitgescholden op regering Boten. Steek de hand in eigen boezem, zeg ik. Maar als er minstens van de oppositie hem stemmen krijgen, ben ik gewoon een voorbeeld. Ja. Wat je naast van zit. En dan zeg ik van, geef aan wat jij, waarom je ABC fout vindt en wat je gaat doen. In plaats van te zitten schelden. In plaats van medeloos te zitten schelden. Ja, en clownachtig te zitten schelden. Je mag het kritisch hebben. Dit is fout, dat is fout, dat is fout. Maar geef ook aan hoe jij het gaat aanpakken. Dan kwijt je ook het vertrouwen en je geeft de kiezer hoop. Heer Asabina, zit u op dat stuk? Dat u niet die nodeloos tijd gaat verdoen aan schelden, maar echt die concrete dingen, issues bespreken. Dus we moeten onderkennen dat we een propaganda of een campagnecultuur hebben in Suriname. Mm-hmm. En die cultuur is meer, zeg maar, niet in te gaan dan wel te delen met het kiezersvolk wat je van plan bent te gaan uitvoeren. Mm-hmm. Uit te zetten als aan beleid, je verkiezingsprogramma, ja, laat me zeggen, de inhoud daarvan te delen met het kiezersvolk. En ik denk terecht, daarom verheugen wij ons op het feit dat we steeds meer en meer en organisaties zien en opstaan, ja, ontstaan die zeg maar een wagonfunctie willen en vervullen. Check and balance willen en helpen en brengen in die samenleving. En terecht, we zijn te vinden ervoor vanaf in een heel klein stadium hebben wij aangegeven dat we over een ander boekje moeten gooien. In die zin dat we moeten kijken buiten onze landsgrenzen en met het oog op en zeg maar dat we progressie moeten maken voor wat betreft de verkiezingscampagne. Ja, we kijken allemaal naar Amerika, waar we verkiezingsdebatten zien. En we hebben vanaf in een heel vroeg stadium hebben we aandacht daarvoor gevraagd. Van laten we die stappen maken met het oog op verbeteren van de kwaliteit van de verkiezingscampagne. Maar het lijkt alsof dat juist het populaire is, no? Het schelden, de populaire dus het is, dus ze gebruiken het te veel als instrument. Dus ik ben die goeie. Zij is de slechte. De hoge bomen van een veelwind. Dan is die slechte. Veronica is die slechte. Maar ik ben die goeie. Maar je vertelt niet waarom jij die goeie bent. Je geeft alleen maar de wantoestanden aan. Hoor. Daar heeft niemand geen boodschap meer aan. Iedereen weet wat er fout is gegaan. We maken het mee. We ondergaan het. Wat wij nu willen. En ik praat nu namens de kiezers niet passie. Ja. Wat ik als kiezer wil, is dat ik een partij zie op een podium die precies analyseert wat fout is en wat essentieel is, want je kan niet anders op een podium zeggen, voor Suriname, voor duurzame ontwikkeling. En aangeeft wat, hoe ze het gaan doen, hoe ze het gaan aanpakken. Met andere woorden, de campagne moet meer gerationaliseerd worden dan met muziek en uitschelden en zo. Weet je, en het eigenlijk moeten als de coalitie, ja, die zijn vaak arrogant, hè. Ze zijn eenmaal aan de macht. Maar het zou een smarte set van ze zijn als ze gaan erkennen hoe fout ze het hebben gedaan en niet op boten ze af te schuiven. Ik ga verder niet op in een politieke scholing te geven. Ja, Sabina, hoe bereidt de BAP zich voor op die verkiezingen die... Het is voor het eerst, nou, zondag, no? 25 mei 2025. Is het voor het eerst een zondag? Nee. Was er al een zondag? Er was maar een zondag geweest, ja. Ik dacht dat het de eerste keer was, dus niet de eerste keer. Dus kijk, we zijn zo bureaucratisch, laat me niet vervelend praten, want ik ben in een vriendelijk gesprek hier. Ja. We zijn zo bureaucratisch dat we niet in staat zijn om flexibel te zijn en om te gaan met de datum. Okay. Als ik de leiding had, zou ik het nooit op zondag doen.
Waarom niet? Want mensen, ik hoor mensen juist zeggen van het is een mooie, rustige dag. Oké, we zullen zien. Heer Asabina, hoe bereidt de BEP zich voor? Hebt u al uw programma's gereed? Dus laten we zeggen, we zijn amper 6 maanden verwijderd van die grote dag. Ja. En sowieso alle partijen die willen meedingen, die zijn al in de startblokken. Wij van de BEPO, we hebben ons programma, we hebben verschillende programma's. Komend weekend gaan we ons weer in het druk trekken om al die programma's met elkaar te synchroniseren. En we zijn ook bezig met, laten we zeggen, meet the people, huis aan huis. We zijn niet een partij die, laten we zeggen, al onze activiteiten aan de grote klok hangen. Belangrijk is dat we de touch moeten hebben met het kiezersvolk. En het gaat de goede kant op, moeten we zeggen. Hoe worden uw campagnes gevoerd? Is het met muziek? Is het om de mensen op die manier aan te trekken, zeg maar? Maar voor wat ik vraag? We zijn bezig op resort niveau. En na afloop van zo'n, nadat we een resort hebben afgerond of een gebied, is het de bedoeling dat we een ietsje grotere meeting bij hebben met de structuren. En het is niet uitgesloten dat je na dat officiële gedeelte, dat je informeel met elkaar kan samenzijn. Maar niet dat we een bundig feest gaan vieren met Jan Drie en vlaggenfestijn, truitjes. We zijn niet te vinden daar. Oké. Is het een proces, mevrouw Van Dijk, om af te komen van deze vorm van, zeg maar, campagnevoering? Het is een proces. De volwassenheid, ik noem het onvolwassenheid van politieke partijen, de volwassenheid moet groeien. Als ik meneer Asabini hoor praten, hoor ik duidelijk een groei van de BEP. Op dit punt, hoor. Op dit punt van denken. We moeten met de mensen praten, we moeten ze uitleggen, bla bla bla. En dat moet allemaal groeien. Wanneer ze gewend zijn, sommige partijen zijn al 50 jaar gewend, om steeds te schelden op de andere partijen. Om zelfs te schelden op etnische groepen. Het gebeurt nu ook. Als u weet hoeveel reportages ik kreeg van hoe er op bepaalde politieke partijen over andere bevolkingsgroepen wordt gescholden door prominente DNA-leden. Ik hou mijn mond nu, ik ben bezig met het debat. Ik wil geen ruzie met geen enkele politieke partij op dit moment. Ik wil ze echt allemaal erbij. Maar het zijn dingen waar de journalisten aandacht voor moeten hebben, hoor. Want nu op dit moment, anno 2024, en die discussie wordt ook gevoed vanuit Holland. Krijg je soms dingen te lezen. En daar moeten wij Surinamers heel voorzichtig mee om. Het is onze natie. Het is van ons. We hebben een maatschappijvisie waarin natievorming op basis van die multi-etniciteit heel belangrijk is. Er moet duidelijk een inclusief human resource beleid komen in dit land. We hebben nu 4 jaren een exclusief beleid meegemaakt. Weet je? En ook nog een hele verfijnde exclusief beleid. Ik ga het hier op de radio zetten. Weet hoe ik erover denk? Ja. Kan ik er wel wat zeggen. Maar mensen moeten bewust zijn. We zijn in een multi-etnische samenleving. Geen enkele regering, geen enkele partij kan het zich permitteren om een exclusief etnisch beleid te hebben. Want dan ben je bezig met apartheid. Zonder dat we die wetten van apartheid hebben. We zijn bezig die rechtsstaat kapot te maken. Dat zijn de dingen waarmee passie zich bezighoudt. Surinamers moeten zien wat er gebeurd is met hun land. En wat er verder kan gebeuren met hun land. En dan zullen ze inderdaad het alternatief zien. Ja. Wat zullen de issues moeten zijn bij de aanstaande verkiezingen, heer Asabina? Ik hoor heel veel oil en gas. Dus, is dat de issue? Dus ik weet niet of we moeten praten over oil en gas, maar ik denk dat we het in het breder plaatje moeten bekijken. Duurzame ontwikkeling. Ja, ja toch? Duurzame ontwikkeling en onder andere herstel van de economie, want we horen vanuit de regering dat de economie is gestabiliseerd, maar u hebt zelf gezien dat in 1 maand tijd onze munteenheid met 25% vrijwel gecorreleerd. Ja, dus
Ik heb eigenlijk nog geen echte verklaring gehoord voor die ontwikkeling. Nog. Nee, wat er aan de hand is. Ja, u gaat het ook niet horen, omdat de lachende derde, ja, in dit proces van stijgende en een wisselkoers, is de regering. Want meer dan 60-70% van onze inkomsten, ja, heeft een valuta component. Mm-hmm. En als de koers was 28 voor de US dollar en het is nu 37, mm-hmm, ja toch? Ja, vrijdag was het 37. Ja, toch? Komt er veel meer geld in het laadje. Dus daarom kan ik me niet indenken dat de vakbeweging stil blijft. Steeds meer en meer wordt gepakt. Want je gaat een deal aan over loonsverhoging van 20%, mm-hmm, maar je bouwt geen clausule in dat als de koers stijgt tot zo'n hoogte, dat we weer en om de tafel moeten gaan zitten. En nu zitten we op 37%, 36% voor de US dollar en voor de euro. Mm-hmm. Wat met zich meebrengt in feite, dat in feite de extra middelen die de staat zou moeten ophoedsen om die loonsverhoging te betalen, in feite dan ga je een koers verschillen. Dat is maar ik vind het zo jammer dat de tijd zo snel, hoe noem je dat, op tenno, met een hoorstand even. Maar mevrouw Van Dijk, we gaan naar de afronding, maar wat zijn de verwachtingen? Is het feit dus dat er nu geen minister is van Binnenlandse Zaken, zeg maar? Dat vind ik heel goed. Is het erg, vooral bekeken tegen de achtergrond van de verkiezingskalender? Absoluut. Want we horen dat het parlement nog moet vergaderen over dat van die... Ik moet zeggen, we maken ons zorgen als partij. Want we kunnen dit maken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, als we kijken naar de verkiezingen, is een van de belangrijkste ministeries. Mm-hmm. Het moet intact zijn, maar de hoogste baas op het ministerie is er niet. En alsof dat niet genoeg is, moet die kiesregeling ook aangepast worden op het onderdeel van de waarborg. Ja, dus daarop komen. En we zien ook geen stappen. Ik heb begrepen dat de Nationale Assemblée nog daarover zich moet beraden, hè? Of de discussie moet er nog plaatsvinden, toch? Kijk, een constitutioneel hof, hè? Constitutioneel hof heeft de uitspraak gedaan. Mm-hmm. Daardoor is dat stukje nietig geworden. Ja. Als er geen wet komt, je zou het zo laten, moet geen enkele politieke partij 1 cent waarborgsom betalen, want het is nietig. Ja, klopt. Dat is, wees blij dat ze niets doen, eigenlijk. Je moet gewoon niets betalen en ready zijn met een paar advocaten die gewoon in kort geding gaan dat je wordt tegengehouden. You know what I mean? Mm-hmm. Dat bedoel ik met vecht voor je dingen. Wacht niet, zit niet, wees niet passief. Ja, maar als men wacht tot op het laatste moment... Dan hoeft u niets te betalen. Die kalender dan niet in gevaar. Komt die verkiezingen dan niet in gevaar. En een initiatiefwet indienen. En dan ga je noodgedwongen moeten aannemen. Want als die andere partij het zomaar aanneemt... Je weet wat ik bedoel? Ja. Dan gaat het gelden. Precies. Ja. Dus, maar... In feite moet er ook een regeling komen daar binnen DNA. Dat er geen spoedwetten meer kunnen. Oké. Okay. Want daardoor krijg je ook slechte gelegenheidswetgeving. Maar wat ik wilde zeggen van de afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken. In een vrij vroeg stadium, ik denk 2 weken geleden heb ik gezegd. Ook al hou ik niet van Bronto. Maar gelet op die verkiezingen die komen, vind ik dat Bronto, wat hij ook gedaan heeft, elders. Met handtekeningen en weet ik veel. Moet blijven. Voor de continuïteit en de consistentie voor de organisatie van de verkiezingen. Maar het is gewoon een eenzijdige visie, hoor. Mm-hmm. Je kan erover discussiëren. Ja. Als iemand corrupt is, moet je hem weghalen. Maar als je hem moet weghalen, moet je toch een directe vervanger hebben daarvoor. Want je zit 6 maanden voor die verkiezingen. Midden in de organisatie van de verkiezingen wordt het hoofd van de organisator weggehaald. Dat betekent er moeten besluiten worden genomen door die minister. Dan is de directeur vermoedelijk ook er ook mee te maken. Oké, gelukkig is die directeur niet aangeraakt, waardoor dingen door kunnen gaan. Maar je hebt die handtekening van de minister nodig. Ze hebben een ad interim gezet. Een ad interim is ook een minister die niet echt gaat bemoeien actief met een aantal dingen. Die gaat dus het ministerie draaiende houden. Mm-hmm. Maar om ingrijpende beslissingen te nemen. En wat ik heb begrepen, ik weet niet of het klopt, of mijn informatie klopt. Ze lopen achter op Binnenlandse Zaken met de organisatie. Wow.
De belangrijkste dingen zijn nog niet in beeld. Vroeger wisten alle politieke partijen al hoe die legger eruit zag. Dat is nu niet het geval. Ze weten het nog niet. Ze werken met die oude legger. We zijn niet zo in depth georganiseerd. Maar wat we willen zeggen, wat we meemaken nu, is touwtrekkerij op partijpolitieke vlag. Ja, het Slaans belang geniet op dit moment geen voorkeur. Ja. U ziet het gehaal en getrek. Dan moet het een ABOP-minister daar komen. Ja. Dan moet het een VAP-minister. Ja. Dan moet het een PL. Wat we niet over het hoofd moeten zien, is wanneer we praten over tussen aanhalingstekens Njampatu, dan is het bij BISA. 800 miljoen moet vrijgemaakt worden voor de verkiezingen. Dus in plaats dat men kijkt dat we gaan naar transparante, eerlijke en vrije verkiezingen, kwalitatief, ja, zien wij dat men bezig is, ja, om te vechten voor die positie van minister van Binnenlandse Zaken. De vraag is natuurlijk of die 800 miljoen wel gerationaliseerd is, dat is punt 2. We gaan afronden, mevrouw Van Dijk. We zijn aan het einde gekomen, mevrouw Van Dijk. Hoe laat begint het debat? 23 november? 23 november, de inloop is 9 uur. 11:30 gaan we beginnen. Assyria, hè? Assyria High Rise Event Center. Dankjewel. En het is welkom voor iedereen die... Wordt het live uitgezonden? Ja, we gaan een livestream hebben voor mensen die virtueel willen volgen. Uh-huh. En we ontvangen ook fysiek, maar daarvoor gaan ze zich waarschijnlijk registreren de komende dagen. En we hopen echt dat alle politieke partijen komen. Die, of een afvaardiging sturen op niveau. Oké. Het debat gaat op niveau zijn. Uh-huh. En dat hun partijgenoten hun ook komt, fysiek of virtueel. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Dankjewel, heer Asabina. Mevrouw Van Dijk, heel veel succes toegewenst. We gaan zeker na het debat weer een gesprekje doen. Heel veel succes toegewenst en we spreken elkaar. Ja. Hiermee wat gaat wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen terug. Goedemorgen. Dag.